De afgelopen jaren is het aantal overvallen in de stad fors afgenomen. Maar in plaats daarvan zijn er nu meer plofkraken. Waren dat er in 2017 nog 3, vorig jaar was dat aantal verdrievoudigd naar 9. En dit jaar staat de teller tot nu toe al op 13 plofkraken. Je ziet dat er nu een nieuw fenomeen voor teruggekomen is. Omdat ja, het binnenhalen van cashgeld, wat je in het verleden bij overvallen kan doen en wat een succesvolle aanpak is geweest, dat het nu inderdaad gaat verschuiven deze richting op. De plofkraken zorgen voor gevaarlijke situaties. 2 weken geleden raakten woningen nog ernstig beschadigd bij een plofkraak. En er raakte voor het eerst iemand gewond door vallend glas. Hey! De vraag rijst dus of pinautomaten wel bij een woning kunnen zitten. De impact is zo groot op een wijk, hè, dus dat ontruimingen van woningen. Nou, het zal je gebeuren dat degene die nu gewond is geraakt, dat het glas door je woning heen gaat. Dus dat is voor ons wel degelijk een hele hoge prioriteit die het heeft. Ik denk zeker dat die geldmachines, om het zo maar te zeggen, die zijn natuurlijk geplaatst terwijl we dit allemaal nog niet hadden. Dus er is nooit zo gekeken naar de bouwkundige situaties die daarboven zitten. En of daar is meegekeken in de structuur. Dan wil ik niet zeggen dat je moet bouwen om een plofkraak te kunnen doorstaan. Maar je kunt wel kijken of dit überhaupt een extra gevaarzetting is, waardoor het in ieder geval daar niet kan.